De Associatie van Caribische Mediawerkers, ACM, dringt dit jaar bij ieder aan om waakzaam te zijn voor nieuwe wetten, voorschriften en praktijken die het principe van de vrijheid van meningsuiting schenden. Wij spraken de voorzitter van de ACM, Harvey Panka, vandaag 3 mei, de Internationale Dag van de Persvrijheid. Panka stelt dat de organisatie met het thema van dit jaar, Shaping the Future, wil benadrukken dat er gekeken moet worden naar de toekomst van het recht op vrije meningsuiting. Vrijheid van meningsuiten als een van de drijvers voor mensenrechten. Weet je, het werpt ook de schijnwerpers op de onschatbare rol van de vrijheid om ideeën te ontvangen en door te geven. In zekere mate persvrijheid. Maar de laatste tijd hebben we toch wel genoeg incidenten waarbij journalisten of andere burgers gehinderd worden om hun mening te uiten. Journalisten om hun werk te doen. We kennen de afgelopen tijd het geval van Jason Pinas. Ook waarbij zaken met de vicepresident en ook een aantal gelegenheden waarbij journalisten niet vrijelijk vragen kunnen stellen. Panka zegt verder dat journalisten in Suriname ook wel beknot worden in het doen van hun werk. Hij stelt dat er genoeg voorbeelden zijn. Dit terwijl vrije meningsuiting een van de bouwstenen is van een natie. Dus we moeten, wij als ACM, wat wij doen is precies steeds de regeringen erop wijzen dat we deze rechten, waar we die verankerd zijn in onze grondwet, dat we verplicht zijn deze na te leven. Als ACM keuren we dan ook deze incidenten af. Het is door verschillende opeenvolgende incidenten dat Suriname 1 of 2 jaar geleden ook is gedonderd van een plaats binnen de top 20 naar plaats 50, zoveel. En dat geeft geen goed gezicht voor Suriname naar buiten toe, naar de regio, naar de internationale gemeenschap. Terwijl wij toch pretenderen een heel democratische staat te zijn en een van de stomvoeto van die samenleving, vrijheid van meningsuiting, daar wordt tegenaan geschopt. Panka zegt dat het recht op vrije meningsuiting daar ook wordt ondermijnd. Dit zou volgens de voorzitter helemaal niet mogen. Wat betreft andere landen binnen het Caribisch gebied is de situatie ook niet zo rooskleurig, besluit Panka.